Welkom bij een nieuwe aflevering van Super Easy Dutch. We zijn vandaag in Leeuwarden. Dat is de hoofdstad van Friesland. En in deze Super Easy Dutch gaan wij samen Friesland ontdekken. Zijn jullie er klaar voor? Laten we gaan. De toren van Pisa is niet de enige geschreven toren in de wereld. We staan hier bij de Olde Hoffe in Leeuwarden. Deze toren moest hoger worden dan de Domtoren in Utrecht. De bouw mislukte en de bouw werd niet voorgezet. De kerk die ernaast gebouwd moest worden, werd ook niet gebouwd. De toren heeft daarna andere functies gekregen. We staan nu bij de Blokhuispoort. Dit was een gevangenis van 1580 tot 2007. Deze gevangenis was na 2007 niet meer te gebruiken als gevangenis. Nu is deze oude gevangenis gratis toegankelijk. Er zitten verschillende bedrijven en kunstenaars in dit oude gebouw. Er is, zo onder andere in deze oude gevangenis, een bibliotheek. Dit is de coolste bibliotheek die ik ooit in mijn leven heb gezien. Tussen de oude cellen. In Friesland zijn veel meren. We staan nu bij het Snekermeer. Zomers kunnen hier veel activiteiten gedaan worden, zoals zwemmen, zeilen of surfen. We zijn nu in Sneek. Dit gebouw achter mij is de waterpoort van Sneek. Deze waterpoort is ook het symbool van de stad. De functie van deze waterpoort was het afsluiten van de stad over het water tegen indringers. Nu heeft deze waterpoort deze functie niet meer. Sinds 1613 is deze waterpoort enkel het symbool van de stad. We zijn nu aangekomen in Dokkum. Dit gebouw achter mij is de Waag van Dokkum. De functie van het gebouw is te lezen op het gebouw zelf. Namelijk, het gebouw weegt en waakt. Dat wil zeggen dat goederen hier gewogen worden en bewaakt worden. Vandaag de dag is het gebouw een restaurant. We zijn alweer bij het einde gekomen van deze Super Easy Dutch. We hebben voor deze aflevering vele kilometers afgelegd. We zijn naar Sneek, Dokkum en Leeuwarden gegaan om deze video te maken. Hopelijk vonden jullie deze video interessant. Vergeet jullie niet te abonneren op het kanaal. En tot de volgende keer. Tot ziens.